Deze opgave gaat over een geheimzinnig voorwerp. We weten er niet veel van, maar wat we wel hebben gekregen is hoe de snelheid van het voorwerp verandert in de loop van 60 seconden. En de eerste vraag gaat ook over de grafiek. En de vraag is: hoe kunnen we eigenlijk zien aan die grafiek dat er steeds een constante resulterende kracht op het voorwerp heeft gewerkt? En we hoeven hier dus niets te berekenen, maar we moeten wel iets uitleggen. Die uitleg gaan we doen in een aantal uh, hopelijk uh, duidelijke uh, gedachtenstapjes. En aarzel ook niet als je dit op een toets doet, om al jouw gedachtenstapjes daar even op te schrijven. En het eerste stapje wat je neemt, is dat je naar de grafiek kijkt en concludeert: hé, hey, ik zie alleen maar rechte lijnen in mijn grafiek. Ik heb hier te maken met een VT-diagram en een rechte lijn in de VT-diagram. Houdt in dat de versnelling in dat stuk constant is. Nu moeten we niet zeggen over versnellingen, maar over krachten. Maar gelukkig hebben we daar een formule voor, voor namelijk de tweede wet van Newton. F is m-a. Al en als de versnelling constant is, als we de aanname mogen doen dat de massa niet verandert, en waarom zou die hier veranderen, dan houdt dat dus in dat de kracht ook constant is. En we hebben eigenlijk een mooi antwoord gegeven op de eerste deelvraag van deze opgave. Nou, de opgave gaat verder. Bij de tweede deelopgave krijgen we gegeven dat in de eerste 15 seconden er een kracht van 0,30 Newton heeft gewerkt op ons voorwerp. We krijgen nu de misschien cryptische vraag: bepaal nu ook eens de grootte van de andere resulterende krachten in de andere stukken van het diagram. En om dat goed te kunnen doen, moeten we een aantal stapjes achter elkaar uitvoeren. Als eerste gaan we weer gebruik maken van de tweede wet van Newton f is m/a. We hebben een VT-diagram gekregen. En dat houdt in dat we a in de eerste 15 seconden kunnen gaan bepalen. En dat doen we door de volgende formule te gebruiken: a is het snelheidsverschil gedeeld door de tijd waarin dat gebeurt. Dit kunnen we aflezen in onze grafiek. In de eerste 15 seconden geldt dat het snelheidsverschil 3 meter per seconde is en dat dat 15 seconden heeft geduurd. En dat geeft ons een versnelling van 0,20 meter per seconde in het kwadraat. Ja, wat kun je hiermee? vraag je je misschien af. Nou, het volgende. Omdat we nu dus de versnelling weten in het eerste stuk en we ook de kracht hebben gekregen, kunnen we de massa van het voorwerp berekenen. Dat doen we als volgt: de massa is gelijk aan F gedeeld door A en dat komt uit 1,5 kilogram. Hey, de massa van ons onbekende voorwerp is dus 1,5 kilogram. En die zal niet veranderen in de loop van deze 60 seconden. Dus we weten nu ook de massa van het voorwerp in het tweede, en het derde, en het vierde gedeelte van zijn beweging. Ik ga het tweede gedeelte van de beweging er nog even uitrekenen om te laten zien hoe dat dan gaat. En tussen 15 seconden en 30 seconden kunnen we nu ook de versnelling bepalen op dezelfde manier als net. Alleen er komt natuurlijk iets anders uit. Er komt nu uit een versnelling van 0,40 meter per seconde in het kwadraat. En omdat we nu de massa weten, die is 1,5 kilogram, kunnen we ook uitrekenen hoe groot dan de kracht is geweest. De resulterende kracht in het tweede stuk van zijn beweging. Want die is gelijk aan mla is gelijk aan 1,5 maar 0,40 is 0,60 newton. Het derde stuk van de beweging, daar hoeven we niet eens iets te gaan berekenen. Want we zien dat de snelheid daar niet verandert. En dan kunnen we meteen zeggen dat de resulterende kracht 0 is. En voor het vierde stuk kunnen we precies hetzelfde doen. Dan kunnen we ook weer de versnelling bepalen door in de grafiek af te lezen. De massa weten we. En dan kunnen we ook de kracht berekenen. En die blijkt 0,68 Newton te zijn. In de vraag staat om de grootte te bepalen van de resulterende kracht. En we hoeven dus niets te zeggen over de richting. Maar in het laatste gedeelte zal de resulterende kracht dus precies tegenovergesteld gericht zijn aan de bewegingsrichting van het voorwerp. Vraag C van deze opgave luidt: weer met dezelfde VT-diagram. Bepaal de totaal afgelegde afstand in uh, deze eerste 60 seconden. De eerste denkstap die we uh, gaan zeggen, en dat is uh, toch weer parate kennis, is dat we zeggen: we hebben een VT-diagram en het oppervlak onder de grafieklijn geeft me altijd de afgelegde weg. Dus we moeten het oppervlak gaan bepalen uh, onder deze hele uh, uh, grafieklijn. En dat doen we door. Voor elke, elk van de vier losse bewegingen uh, telkens even te kijken hoe groot is daar het oppervlak onder de grafiek. Tussen t is 0 seconden en t is 15 seconden heb ik te maken met een driehoek. Ik kan de hoogte en de breedte aflezen en het oppervlak van die driehoek is 22,5 meter. Tussen 15 en 30 seconden heb ik te maken met en een driehoek en een rechthoek. Ook die kan ik berekenen. Komt 2 keer 45 meter uit. In het derde stuk... Heb ik een grote rechthoek, breedte 10, hoogte 9. Dus dat komt 90 meter uit. En het vierde stuk is ook weer een driehoek. En daar kan ik ook het oppervlak van berekenen. Die lijkt ook 90 meter te zijn. Ja, het laatste wat ik nu nog moet doen, is al die deeloppervlakken, die deelafstanden op te tellen. En eh, dan komt er een afstand uit van 293 meter als totaal afgelegde afstand.